Welkom terug bij Next Level TV, het internettelevisieprogramma voor en door ondernemers die verder willen komen. En vandaag zit hier nu als eerste bij mij aan tafel Caroline Kuipers van Accord. En zij is vandaag een VIP-sponsor van dit leuke evenement Coffee Pitch Apeldoorn Next Level. Welkom Caroline. Accord Uitzendbureau, wat is dat precies voor een organisatie? Het is een full-service MKB-specialist in werving, selectie, detachering, uitzenden en payrolling. En ja, dat doen we. En hoe lang bestaat het al in Apeldoorn? In Apeldoorn zijn we gestart in februari 2008. En inmiddels uitgegroeid tot een goede speler op de markt in Apeldoorn. Wat is jouw rol precies binnen Accord? Ja, wat niet. Hè? Ik ben senior account manager voor Accord Uitzendbureau. Ik ga naar klanten, ik adviseer ze, ik help ze met hun personeelsvraagstukken. Maar natuurlijk doe ik ook gewoon werving en selectie en het inwinnen van de referenties. Dat is een heel breed beroep eigenlijk, hè? Want je bent niet alleen maar naar klanten, maar je zorgt ook voor bemiddeling. Hè? Dat natuurlijk die vraag die ze hebben, dat je daaraan kan voldoen. Is dat niet ontzettend moeilijk? Ja, maar heel uitdagend. Dat is misschien het betere woord. Het is elke dag een uitdaging als je weer staat. Geen dag is hetzelfde, dus dat is gewoon... Je weet nooit hoe de dag loopt en dat is het leuke aan dit werk. En werk je ook al net zo lang bij Accord als dat het bestaat hier in Apeldoorn? Ja, sinds 1 april 2008. Dus ja, direct eigenlijk 2 maanden na de start ben ik erin gevlogen en ik ga nooit meer weg. Hoe kijk je terug op de afgelopen 4 jaar? Die waren spannend. Yeah. Heel spannend, heel uitdagend. We zijn natuurlijk als nieuw uitzendbureau in de regio gekomen in een iets moeilijke periode. Daar heb ik mezelf heel erg toch wel in vergist hoe lastig het dan op dat moment is. Maar ja, door gewoon heel goed te luisteren en ja, te geven, vooral aan de bedrijven, ja, dan zijn we er heel goed gekomen dit jaar. Dat is heel knap, want er zijn natuurlijk veel meer collega's die hetzelfde werk doen. Maar waarom moet ik nou eigenlijk als personeel nodig hebben, waarom moet ik nou eigenlijk bij jullie zijn? Ja, omdat we gewoon van A tot Z de persoonlijke benadering doen. Je kan ons buiten reguliere werktijden bellen. We leveren niet alleen goede personeel momenteel, maar we geven ook gewoon advies. We geven advies over functieprofielen. Ja, we kunnen je overal bij helpen. Je hebt iemand meegenomen waar je nou mee samenwerkt. Dat is Erik Punt van Eikelboom. Ja, je hebt een hoveniersbedrijf en je werkt al heel lang samen met Accord Uitzendbureau. Eigenlijk kun je zeggen dat ik zowat net zo lang besta als dat Accord hier bestaat. Want ik heb het bedrijf ook 3 jaar geleden overgenomen. Het was wel een bestaand bedrijf. Maar naast hoveniersdiensten leveren we ook woonverzorgingsdiensten en wat civiel-technische diensten. En dat is bij ons altijd hollen of stilstaan. En juist dan wordt het personeelsvraagstuk enorm belangrijk. Want dan wil je op iemand kunnen terugvallen die daarin kan voorzien. En hoe is je ervaring met Accord Uitzendbureau? Heel goed. Om een voorbeeld te noemen, we hebben een 24-uursdienst, een calamiteitendienst. Dus als er ergens wat gebeurt, dan zorgen we dat we daar binnen een uur staan. En dat doen we 365 dagen per jaar. Op zo'n moment wil je kunnen terugvallen op een partij die ook direct de telefoon oppakt. Of dat nou buiten of binnen werktijden is of in het weekend. Nou, die ervaring die hebben we met Accord Uitzendbureau met Caroline. En daarin zijn we nog nooit teleurgesteld. Nou, dat lijkt me best wel moeilijk, Caroline. Want stel voor, jij wordt 's morgens om 7 uur gebeld omdat er een hovenier ziek is. En je moet even heel snel iemand regelen die dag. Dan is dat een behoorlijke uitdaging. Spannend, hè? Ja, we kijken, het is ook naar Erik toe. We hebben nooit wat beloofd. We maken geen beloftes, alleen we maken het wel waar. Want dat is gewoon dé uitdaging op dat moment van de dag. En als dat gelukt is, nou, en je ziet dat Erik tevreden is. Het team is weer helemaal trots. En dan denken we, ja, Accord hebben we wel weer, we hebben het toch wel weer gedaan met z'n allen. We hebben het weer geregeld. Ja. En dat is voor ons heel belangrijk. Als je kijkt naar de toekomst, hè, we sluiten het jaar 2011 alweer bijna af. Ja. Er komt een nieuw jaar aan. Klopt. Zijn er belangrijke speerpunten waar jullie echt aan gaan werken ook? Ja, blijven geven en blijven netwerken. Eigenlijk wat we gewoon afgelopen jaar hebben gedaan, dat willen we gewoon heel graag voortzetten. En blijven netwerken, nou daar zijn jullie vandaag eigenlijk al mee bezig. Daarom zijn we hier. Precies. Ja. Wat verwacht je vandaag van het evenement Next Level? Naamsbekendheid natuurlijk, gezelligheid en dat je met elkaar kan doen weer in Apeldoorn. De ondernemers met elkaar en zo, ja, dat is gewoon fantastisch. Dus ja, wat ik verwacht, dat. Gezelligheid en
ja, dat iedereen eigenlijk met een leuk gevoel vanavond na de borrel naar huis gaat. Nou, heel erg leuk. Fijn dat je aanwezig bent vandaag. En ja, bedankt voor jullie informatie. We gaan zo dadelijk verder met een aantal nieuwe compagnons. En dat zijn onder andere Martine Adema van Synthé en Henk Wijnsma. Jeroen de Bie van de Bie-reclame. Zo dadelijk zijn we dus bij je terug. Blijf ons volgen bij op www.apelhoekdirect.nl. Dit is Next Level TV. Tot zo!